In Op zoek naar God staan 5 bekende Nederlanders voor de uitdaging van hun leven. We zijn blij dat we met jullie een heel bijzonder avontuur mogen beginnen. Stylist en presentator Mike de Boer, DJ Isis, Olympisch zwemkampioen Inge de Bruin, playmate Simra Geurts en rapper en presentator Lange Frans gaan in een eeuwenoud Frans klooster in stilte een zoektocht aan. Naar zichzelf en naar God. Als God bestaat en ik zou nu met hem kunnen praten, dan heb ik wel het een en ander met hem te bespreken, ja. Dus dit is het boek. Niet een boek, niet weer een boek, nee, het boek. Ik vraag me daar ook heel veel over af. Hoe zit het dan precies met die kruisiging en wat is er allemaal gebeurd? Ik wil het gewoon weten. Ja, maar ik wil ook van God weten of hij nou daadwerkelijk veroordeelt dat ik op mannen val. Ik wil gewoon 24/7 een denkbare arm om me heen. Dat je je nooit alleen hoeft te voelen. Dat lijkt me echt super. Hij heeft toch ook die zee opengesplitst volgens de Bijbel? Dan kan hij toch ook gewoon een rots neer laten vallen op Hitler? Teruggeworpen op zichzelf worden de deelnemers geconfronteerd met hun diepste emoties en levensvragen. En met de stilte. Ja, het is wel stil. Het is wel een beetje raar. Ik heb ook het idee dat ik moet fluisteren. Ik weet niet. Heel serieus. Iedereen is heel serieus. Ik moet de hele dag poepen en plassen. En ik moet de hele dag huilen. Het lijkt wel alsof er van binnenuit af en alles nog wat uit moet. Ik ben ik en that's it. Ik denk dat ik mensen de stuip op het lijf zou jagen als ik constant maar zou vertellen waar ik mee bezig ben. God, vergeef me. Hoe kwam ik deze tegen? God is mode op mijn kamer. En dan denk ik ook van, weet je, ik ben geen mode. Ik ben Mike. Ik wist ook toen ik hier naartoe ging dat het iets met me zou gaan doen, hoor. Ik had ook zoiets van, oké, nu is mijn moment. Nou mag ik even in rust zijn. En bij mij is mijn zelfbescherming heel hoog. En als ik ga huilen, heb ik het gevoel dat zeg maar, die zelfbescherming wat minder wordt. Omdat ik best wel gekwetst ben in mijn leven, heb ik gewoon een dikke muur omheen gebouwd, zodat het niet meer kan gebeuren. Ik voel hier helemaal niet fijn. Ik wil hier echt absoluut onder geen beding staan. Straks beginnen we de zoektocht naar diegene waarvan sinds duizenden jaren mensen ervaren hebben dat hij zielsveel van hen houdt. Wel, in deze abdij komen sinds 800 jaar mensen zoeken naar God. Nu is het jullie beurt.